Hallo en welkom bij Paul's Model Trainstad. Zo. Nou. Van twee nieuwe katten. Eén nieuwe kat. En redelijk wat kunnen werken hier aan de baan tussendoor. Maar niet genoeg tijd gehad om op te nemen. Dus wat heb ik gedaan? Dit is de onderlaag, dit wordt het schaduwstation. Wat ik hier heb gedaan is op elk van deze rails zitten isolatielassen. Die isolatielassen zitten altijd op de bovenste rail als het goed is. Nou, die, ik moet wel zeggen, zit nog niet overal, want deze heb ik pas net neergelegd om te kijken of dat me past. En omdat de lijm nog een beetje droog is, ga ik nog wat dingen goed gaan leggen. Zo. Het camera standpunt zoals het nu is, geeft mij een goed beeld. Deze drie liggen er pas net. Deze vier liggen er al een tijdje. Achterin staat nog een Boston en Maine locomotief van Mehano met erachter ICK rijtuigen om een beetje testrondjes te doen. Bijna overal is het zo, bijna overal, dat er een blauwe draad zit op de niet geïsoleerde railas, zeg ik het goed? Ja, en de gele draad zit op de geïsoleerde railas. Alle blauwe draden worden met elkaar verbonden. Hier onder de plank door ligt een koperen leiding van een gewoon een wat je ook in je muur stopt elektriciteitsdraad. Die loopt aan twee kanten en ook op dat deel aan twee kanten. Daar gaan al die blauwe draden op en dat is dan een gemeenschappelijke grote lus. Of grote, ja. De gele draden gaan allemaal individueel naar hier ergens toe. Of misschien meer richting waar de camera is. Een beetje kijken. En dat worden de blokken. De gele draden tussen deze twee delen, want ik moet wel even bijzeggen dat hier loopt de scheiding, deze tafels kunnen uit elkaar, dat ik dit deel weg kan zetten, los van het deel waar nu opgenomen wordt. En het derde deel is die helix, waar ik nu bijna tegenaan sta. Die gele draden gaan wel aan elkaar, zodat dat, deze stukken telkens één geheel blok vormen en niet ook nog twee losse blokken. Dat betekent dat ik dadelijk aan blokken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blokken heb. Aan de andere kant van de wissels of van de kruisingen, daar zitten nog korte uitloopstukken, dat worden ook eigen blokken. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5 stuks erbij. Net hierachter zit ook nog zo'n klein los stuk. Dat is ook nog een eigen blok. En de hele leiding die hier zo loopt, deze hele rails, is dat nog net een beeld? Is dat nog net een beeld? Die in ieder geval de meest linkse van mij, voor jullie ook denk ik, dat is een blok dat loopt tot aan de helix. Al deze blokken gaan dadelijk door een spoel heen. Als daar een locomotief of iets op staat wat stroom gebruikt, wat met decoders wel het geval is, dan zorgt dat ervoor dat er spanning gaat lopen in die spoel. Die wordt weer gedetecteerd door een Arduino, zodat ik weet dat het blok bezet is. En ik heb een aantal Arduino's hiervoor. En dat moet ik nog helemaal gaan uitwerken hoe dat precies gaat lopen, want ik heb mijn spoelen nog niet. Iets met post en kwijt. Dus dan heb ik mijn blokdetectie in op orde. De stroomvoorziening heb ik inmiddels de onderdelen voor binnen, maar die moet ik dus op gaan zetten. En ik wil hier
een grote kast gaan maken waar dus alle gele draden in uit gaan komen, door die spoelen gaan en dan naar samenkomen door het verdeelpunt of op een bus uitkomen die dan naar de IPT gaat. Dat is een vermogensregeling onderdeel voor hoogfrequent of enigszins hoogfrequente PWM signaal. In ieder geval dat gaat het DCC signaal genereren op deze rails. En dan heb ik DCC en blokdetectie en kan ik gaan rijden. Voor nu zit alles nog hieronder vast aan een MSF Trafo, onze 6735 Fleischmann transformator, zodat ik in ieder geval een beetje kan rijden en kijken waar zitten de ontsporingen en zo. En het leuke is dat ik dat dus ook al kan doen als ik alleen deze bekabeling vastmaak en het even op een centraal punt uit laat komen en zonder al die blokdetectie en zonder alle moeilijke dingen. De rails zit vast met houtlijm. Ik hoop dat dat met dat tegenlicht te zien is. Die houtlijm tast het plastic niet zo aan, vreet er niet in. Dat betekent ook dat als ik een foutje maak, wat nog wel eens gebeurt, zoals deze hier die wat scheef ligt, dat je het vrij makkelijk, zeker ook met een mesje eronder, zo. Het idee is in ieder geval dat ik het vrij makkelijk los kan krijgen van de kurk. Ik zie hier dat de kurk niet zo heel goed vast zit op de ondergrond. En dat ik het dus even wat rechter kan leggen en opnieuw vast kan zetten. Het zit vast zolang als je er geen frictie op uitoefent. Dus zover ben ik nu. Volgende stap is om gaten te boren, heel veel gaten te boren. Heel veel kabels aan elkaar te gaan maken. Heel veel kabels hieronder. Onder de tafel vast te gaan solderen met mijn soldeerbout. En de wissels en de kruisingen zitten ook allemaal nog niet aangesloten. Daar moet ik ook overal gaten voor gaan boren. En die moeten weer op de wisseldecoder zitten. Wordt nog een heel feest om dit allemaal aan de gang te krijgen. Maar een begin is er. En ik denk dat ik ook iets moet gaan doen met de helix, dat ik in ieder geval hierbovenop iets heb dat de trein kan keren en weer terug kan gaan. Want ik heb dus nu dat ik niet door kan rijden omdat mijn helix doodlopend is. Tot zover deze bijpraat sessie. Nou, bedankt voor het kijken. Ik verwacht de volgende inderdaad dus bezig te zijn, meer bezig te zijn met Arduino's en met regelingen en aansluitingen. En dat ligt er een beetje aan hoe snel het boren hier gaat. En een paar van die draden die verkeerd ontzitten, die nog gecorrigeerd moeten worden. En nog een paar plekken waar ze nog ontbreken. Dus we gaan lekker rustig verder. Dankjewel voor het kijken. Tot een volgende keer. Like, subscribe en laat ook aan anderen weten dat het kanaal bestaat. Meer views is altijd leuk. Dankjewel.